heeft de bal. Zo heet de theatertour van de folkband Muppet Stuff en rappers Rico en Typhoon van de Fakkelbrigade. Ze traden afgelopen donderdag op in de Schouwburg. Uniek, want de combinatie die zij uitvoeren tussen folkmuziek, rap en theater bestaat nog niet. De naam Wie heeft de bal is afkomstig van een bestaand nummer. Volgens mij is dat vooral gekomen, want we hebben heel veel namen natuurlijk. Daar heb je altijd geen namen bedenken. Dus, maar dit is een naam, dus een nummer al van Glenn. Daar zit het al in, Wie heeft de bal. En het ontstond op een gegeven moment tijdens repetities gewoon als een soort grapje. Nou, ik heb in Zwolle een theaterschip en dat heet De Verhalenboot. En wij doen als band één keer per maand, dagen we onszelf uit door elke keer iemand uit te nodigen waar we dan een... op een avond een set mee spelen. En op een gegeven moment hadden we bedacht om dat met Rico te doen. Dus had ik Rico gevraagd. En die wou dat wel doen. Typhoon die hoorde dat en die zei... Dat is leuk, daar wil ik ook mee meedoen. En zo is deze show ontstaan. Het publiek bestond uit jonge hiphopluisteraars en oudere muziekliefhebbers. Die samen optimaal genoten van een show waarin rap poëzie werd. Met emotionele trekjes. Rappers Rico en Typhoon, winnaars van de Zilveren Harp. Toeren samen met Muppet Stuff door verschillende theaters in Nederland. Amsterdam gaan we nog een keer heen, de Sugar Factory daar, Romein in Leeuwarden en in Sittard geloof ik nog een keer. Dus tot en met februari zijn er nog 4 shows geloof ik. Het optreden is een project van The Muppet Stuff, een project dat aan het eind van de zomer van 2010 eindigt. Het optreden in Deventer was het eerste en laatste van deze folkband.